De Weissensee, het hoogst gelegen bergmeer in Carinthië, Oostenrijk. 30 jaar geleden werd hier een spannende James Bond film opgenomen. En in de jaren daarna werd het meer ontdekt door de Nederlanders. 16 kilometer lang is het en op het diepste gedeelte is het bijna 100 meter. In 1989 werd hier voor het eerst geschaatst. En alle jaren daarna ook toertochten en wedstrijden. En met vallen en opstaan, letterlijk ging het. De toerrijders krijgen 12 uur de tijd om de 200 kilometer, de alternatieve Elfstedentocht, af te leggen. En dan gaan we naar de wedstrijddag. Het zijn schitterende omstandigheden. Ook het grote meer is bevroren. En dat was de afgelopen jaren wel anders. Voor het laatst in 2011 gebeurde dat. Toertochten, dag in dag uit. En daar de wedstrijdschaatsers. Het is het gebruikelijke beeld dat we kennen van de Weissensee. Het is een ware invasie, duizenden tegelijk. En er wordt 's ochtends vroeg hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Het is 11 graden onder nul en we melden ons om 8 uur in de ochtend. Voor het laatst is daar Norbert Jank, de ijsmeester, die er een prachtige ijsvloer neerlegt. Het is een halve meter dik. En we beginnen met de wedstrijd voor vrouwen en komen daar in de vroegte Danielle Beckering tegen. 5 keer won ze het Open Nederlands Kampioenschap op rij. Zij is de dame met de meeste overwinningen. Meer dan 100, waarvan 63 op kunstijs, de andere op natuurijs. Het is een Open Nederlands Kampioenschap. Dit is Viviane Rodriguez uit Chili. En we zien ook Lisa van der Geest. Van der Geest nerveus. Ze is in vorm en won de wedstrijd in Noord-Laren. De enige wedstrijd in Nederland op natuurijs. Kimberly Muusen, ook in goed doen. En daar Julie Lissenberg. Lissenberg, tegenwoordig de ploegleider van Birgit Witte. En ook Witte gaat er na dit seizoen, net als Beckering, mee stoppen. 81 vrouwen melden zich voor de start. De afstand is 80 kilometer en het is ruim 10 graden onder nul. Maar er staat weinig wind en het zonnetje komt eraan. Prachtige omstandigheden op de Weissensee, zoals we dat gewend zijn. Irene Schouten is er niet. Zij bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen afstanden in Korea. En daarmee is toch een aantal favorieten afwezig. Prachtige beelden van de start. Het is dan nog wel koud. Vrouwen zijn allemaal ingepakt. En we gaan meteen vanaf het kleine meer richting het grote meer. Dus onder de brug door. En dat is een schitterend gezicht. Tot aan het einde is het ongeveer 16 kilometer en dan weer terug. En het parcours gaat over grote omlopen van 10 kilometer. Dus 8 omlopen van 10 kilometer. En dan de vraag, wie durft er aan te vallen en wanneer gaat dat gebeuren? Wedstrijden waren spannend dit seizoen. En we krijgen ook een nieuwe lichting marathonschaatsers. Beckering is inmiddels 40 jaar oud. Mag je van haar nog verwachten dat ze meedoet voor de ereprijzen? Ja, eigenlijk wel, want ze won ook dit seizoen nog een marathon op kunstijs. Dan gaan we inderdaad richting het grote meer. En het zonnetje is inderdaad gaan schijnen. Daar in de schaduw is het ijzig koud, maar hier is het te doen. We zijn bij Birgit Witte, bezig aan haar laatste seizoen. Rijdt daarvoor in het peloton, nog altijd in de eerste omloop. En kijk eens, de eerste uitlooppoging is een feit. We kijken naar Kelly Schouten en Imke Hermans. En dat is een gewaagde poging, het is nog erg vroeg. We gaan vanaf het grote meer weer terug naar het kleine meer. We hebben dus een kilometer of 6 afgelegd. Het kampioenschap moet eigenlijk nog beginnen. Maar Schouten en Hermans hebben elkaar gevonden en gaan dus op avontuur. En bouwen een voorsprong op van een kleine 20 seconden. Samenwerking is goed, maar de afstand is veel te groot. En eigenlijk is dit een kansloze missie. En de hoop is dat er nog meer gaan aansluiten. Hier kijken we naar Britt Tjalma in de achtervolging. Op kop van het peloton. Maximale voorsprong, dus 20 seconden. En nog voordat de tweede omloop gaat beginnen, is de eerste uitlooppoging teniet gedaan. Het peloton dus weer compleet. 81 vrouwen maken deel uit van het peloton.
Dus niet alleen de Nederlanders, ook buitenlandse vrouwen, het zijn er niet zoveel. Maar opmerkelijk is wel de deelname van deze dame uit Chili, die gevallen is. Viviane Rodriguez rijdt dit seizoen marathons in Nederland. Is bekend geworden van het inline skaten, zeg maar het skileren. Woont tegenwoordig in Maarsen bij Utrecht. En rijdt in de regionale marathons toch wel top 10. En kan meer dan behoorlijk schaatsen. Maar die ene valpartij zorgt ervoor dat zij op achterstand raakt. Jammer. Rodriguez dus uitgeschakeld. We gaan weer naar voren. En zien dat er een nieuwe kopgroep is. Met Christine Weidenes hier op kop. Gevolgd door Leonie Lubbingen. Zeer actief bij het Nederlands kampioenschap. Gevolgd door Imke Vormeer. Uit die sterke ploeg van Elma de Vries. Elma de Vries ook gestart in dit kampioenschap. Nog niet van plan om te stoppen. En daarachter wordt tempo gemaakt door Corina Strikwerda. En Margot van der Merwe zien we daarachter. Voorsprong van de drie is niet groot, maar je moet ergens beginnen. We zijn op het verste gedeelte van het grote meer. En keren dan richting het kleine meer. Prachtig gezicht daar op de Weissensee. Favorieten laten zich nog niet zien. En dat is te begrijpen. We zijn nog niet halverwege. En bij die favorieten hoort natuurlijk Lisa van der Geest, die zo goed reed in Noord-Laren. Ook deze kopgroep wordt tot de orde geroepen. Maar het tempo blijft hoog. Afstand van 80 kilometer is voor iedereen goed te overbruggen. Hier zien we Kimberly Muze, zeer actief tijdens dit kampioenschap. Hele seizoen al goed op dreef. Schuwt het werk niet. En daar Van der Geest op kop met nummer 38. Van der Geest behoort tot de favorieten en laat zich nu voor het eerst zien. Maar daar kijken we alweer naar een nieuwe kopgroep. We zijn halverwege de strijd om het Open Nederlands Kampioenschap. Hier rijdt een mooie kopgroep met Maud Wijkamp, Leonie Lubbingen, Jessica Merkens met nummer 35, Merel Bosma en Ineke Dedden. Ook dit is een gewaagde poging. Het is nog vroeg. We hebben ruim 40 kilometer afgelegd. We zijn dus net over de helft. Dit zijn drie achtervolgers met Ietsma. En met Marianne van Leeuwen hier met nummer 39. Opmerkelijk dat zij zich hier al bemoeit met de wedstrijd. Ze is 48 jaar oud en daarmee de oudste. En ook Anneke Peters zit bij dit trio. En zij proberen de aansluiting met de koplopers tot stand te maken. Het peloton sukkelt dan wat in slaap. Let op wat er gebeurt. Er wordt gepraat daarvoor in. Er wordt gekeken, er wordt geaarzeld. Maar het gaat niet hard. En binnen de kortste keren is de voorsprong van de kopgroep opgelopen tot 40 seconden. En we zien dat de drie achtervolgers, daar zijn er nog twee van over. Van Leeuwen en Peters. Dat betekent dat Ietsma de sprong, ja en hier zien we dat, heeft gewaagd naar de vijf koplopers. En de vijf, dat worden er dus zes. Van Leeuwen en Peters zijn daar niet in geslaagd. Ietsma lukt dat wel. We hebben dus Wijdkamp, Lubbingen, Merkens, Bosma, Dedden en Ietsma. Dus deze vrouw met nummer 42. Een kopgroep van zes. En daar in de verte zien we het peloton. En de achterstand van het peloton is al opgelopen tot een dikke 50 seconden. Dan gaat het nog een beetje waaien en dan is het werken. En is het zwaar in de achtervolging. En wat in het voordeel van de kopgroep werkt, is dat er allemaal verschillende ploegen voorin zitten. Er zijn er dus maar weinig die nog willen werken. En dit is een verrassende ontknoping van het Nederlands kampioenschap. Want vaak werd het kampioenschap, gezien de omstandigheden op de Weissensee, in een sprint beslist. Maar de voorsprong gaat richting de minuut. En we zien dat er één vrouw is uitgevallen. En dat is Leonie Lubbingen. Ze is onderuit gegaan. We hebben nog Wijdkamp, Merkens, Bosma en deze Ineke Dedden met de gele schaatshoesen. We zagen haar een dikke week geleden nog bij het Nederlands kampioenschap allround schaatsen, waar ze tiende werd. Reed daar allemaal persoonlijke records, maar een goede 500 meter heeft ze niet in de benen. En dus reed ze uiteindelijk geen afsluitende 5000 meter. Maar Dedden is wel in vorm. Deze dame dus met de gele overschoen. Voorsprong gaat nog steeds oplopen, tot boven de minuut. Dan moet er wel iets gebeuren in het peloton. Maar er gebeurt heel weinig. Het is hollen en stilstaan. En de kopgroep loopt uit tot uiteindelijk 1 minuut en 20 seconden. Dat is de maximale voorsprong. Hier is Van der Stelt hier met nummer 54.
Heeft in ieder geval een teamgenote voorin zitten. Dat is Merel Bosma. Maar niet Lisa van der Geest. En van der Geest behoort natuurlijk tot de grote favorieten voor dit kampioenschap. Dan wordt het peloton eindelijk een beetje in gang getrokken. Maar komt die reactie niet te laat. Aan het Tauber, daar op kop van het peloton. We gaan weer terug naar het kleine meer. En dan gaat de finale beginnen. Voorsprong nu teruggelopen in de finale tot 30 seconden. Ze zijn nog met z'n vier. Betekent dat ook Wijdkamp eraf moest. En dan een versnelling. Een versnelling van Ineke Dedden. Het is nog ver hoor. Daar in de verte ligt de eindstreep. Maar de reactie is tam. Iedereen is moe gestreden. Bijna 40 kilometer hebben ze samen voorop gereden. En Dedden heeft nog iets over. Komt uit Wanne-Peveen. Waar ooit het Nederlands kampioenschap op natuurreis in Nederland werd gereden. Maar toen was Dedden nog te jong. En nu rijdt ze dus in Oostenrijk. Het is een slijtageslag. We zien ook dat Merkens hier eraf moet. Dedden helemaal boven in beeld. Daar de vlag van de laatste kilometer. En dat betekent dat Itsma en Merkens ook in de problemen zijn. Dedden gaat door. Maar het peloton komt ook terug. Tot op 20 seconden. Wat is het spannend. Ze durft niet achterom te kijken. En dit is knap wat ze doet. Bij de junioren was ze al als Nederlands kampioen marathon schaatsen. Veel talent. Ze is pas 23. Kijk niet achterom. Kijk daar in de verte zien we het peloton. De voorhoede althans. Drie achtervolgers nog. Bosma, Itsma, Merkens. Die zijn nu met z'n drieën. Bosma met nummer 35. Itsma met nummer 42. Die zo knap de oversteek maakte naar de koplopers. Maar nu kan niemand reageren op de laatste uitlooppoging van Ineke Dedden. Dedden lijkt richting het Nederlands kampioenschap te gaan. Want de voorsprong wordt groter en groter. Meer dan 50 meter. Het peloton intussen is ook aan het sprinten. Maar ze komen te laat. Het is een Hitchcock-finale geworden. Wie had dit gedacht? Dat deze kopgroep zonder grote favorieten vooruit zou blijven. Eén keer slechts, en dat was vorig jaar, won Ineke Dedden een wedstrijd op kunstijs. Dat was de finale wedstrijd in Nederland. Op kunstijs, maar dit is natuurijs en daar houdt ze zo van. Maar dat natuurijs hebben we zelden in Nederland de laatste jaren. En dus moet je het doen op de Wijzenzee. 23 jaar uit Wanne-Peveen en ze geeft die voorsprong niet meer uit handen. Wat een schitterend kampioenschap, dit kampioenschap bij de vrouwen. Het is 11:15 in de ochtend als Dedden definitief een greep doet naar de nationale titel marathon schaatsen voor vrouwen. En hier is de zege binnen. Ze heeft niet achterom gekeken. En dat is heel knap, want vlak daarachter wordt in de sprint Bosma tweede en Itsma wordt derde. Maar zij, Ineke Dedden, uit Wanne-Peveen, pakt de Nederlandse titel marathon schaatsen en de finale was heel, heel erg spannend. Nou, het was eerst 1 minuut 10, toen werd het 50 seconden en nou, het was nog half rondje. Dus ja, het was net wel, net niet. En ja, de laatste 2 kilometer, ik voelde ze bijna in mijn nek en ik dacht, nou, ik moet gewoon gaan. De andere meiden twijfelden en ik ging gewoon en ik dacht volle bak door. En toen, ik had geen idee of iemand achter me zat. Opvallend dat er eigenlijk helemaal geen favoriete namen in de voorste groep zaten. Nee, nou dat is alleen maar mooi denk ik. Verrassende namen en dan ja, het is mooi dat je kunt winnen. Ja, want zo heel veel heb je niet gewonnen. Verras je dit? Ik heb 1 marathon op kunstijs vorig jaar gewonnen. Vorig jaar stond ik natuurlijk wel op het podium met de Aart Korpmans. En ik vind natuurreis echt geweldig, dus ja, ik vind het wel heel mooi. Ja, maar die kom je namelijk wel eens tegen bij het lange baan schaatsen. Ja, vorig weekend nog enkel allround gereden. Ik was heel blij dat het voor de Wijzenzee was, want dat vind ik ook echt heel mooi om te doen. En nu kon ik gewoon allebei optimaal doen. Dit is wel je mooiste, toch? Ja, zeker. Eén winnen natuurlijk, Open Nederlands kampioen. Dat is wel mooier dan meedoen naar het NK Allround natuurlijk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En even voor de klok van 12 uur klinkt het startschot voor de strijd bij de mannen. Ook hier de inzet, de Nederlandse titel. Bij afwezigheid van de titelverdediger Jorrit Bergsma bereidt zich voor op de wereldkampioenschappen afstanden, waar hij onder meer de 10 kilometer zal rijden. Ook de ploegachtervolging en de maastart, reden waarom Bergsma hier niet aan de start verschijnt.
Maar de ploeg van Adema heeft uiteraard ook nog andere troeven, zoals die man in het lichtblauw, Simon Schouten. Goed in vorm, hij won de enige Nederlandse wedstrijd op natuurijs. Dat was in Noord-Laren, een kleine dorpje in Groningen. En natuurlijk ook nog Stoetinga, daar rijdt hij. Nummer 15. Stoetinga, zesvoudig Nederlands kampioen op kunstijs. Hij verdedigde zijn titel niet. Dat wil zeggen, hij pakte de titel niet dit seizoen. Maar wel zijn teamgenoot Bob de Vries. En zo heeft de ploeg van Adema weer een sterk collectief aan de start staan. En vanuit de start wordt er hard gereden. We zien ook mannen met de blauwe B-nummers. Dat zijn zeg maar de beste B-rijders. En helemaal achter in het peloton deze man, Erik-Jan Kooijman. Wat is er met hem aan de hand? Materiaalpech. En er wordt niet gewacht. Integendeel, er wordt hard gereden. We rijden vanaf het kleine meer naar het grote meer met Crispijn Arriens hier aan de leiding. Schitterend gezicht. Afstand is ook 100 kilometer. Gebruikelijke afstand bij de mannen. In de strijd om het Nederlands kampioenschap. En bij de favorieten natuurlijk Gerry Hekman. Die veel ploeggenoten bij zich heeft. En die moeten ervoor zorgen dat Hekman het uiteindelijk in een sprint kan afmaken. Dat lukte een aantal keren dit seizoen op kunstijs. Mislukte ook bijvoorbeeld in Noord-Laren. En we zijn terug bij Erik-Jan Kooijman. Die meldt zich bij de verzorgingspost. Maar heeft inmiddels een grote achterstand opgelopen. En wat is de bedoeling? Gaat hij uitstappen? Of gaat hij zijn schaatsen nog bramen, zoals dat heet? Met een klein braamsteentje zorgen dat de schaatsen weer scherp worden. Dat kost hartstikke veel tijd. Je voelt met je nagel of er een braam op zit. Dan moet je dat gaan slijpen met een braamsteentje. Het kost heel veel tijd. En Kooijman zal uiteindelijk de strijd wel gaan vervolgen in de wetenschap dat hij met een dikke 2 minuten achterstand nooit meer kan aansluiten. Het wordt dus een luxe vorm van trainen voor Erik-Jan Kooijman, die we vooral kennen van zijn geweldige 10 kilometers. We zijn terug en we zitten inmiddels op 40 kilometer van de aankomst. Een kopgroep in de maak. We zagen Bob de Vries, we zagen Arriens en ook Vreugdeheel. Dat zijn twee ploeggenoten. En daar komt Erwin Messu. En die kennen we natuurlijk ook nog. 2 jaar geleden won die op het ijs van de Weissensee de alternatieve Elfstedentocht. Dat was een geweldige overwinning. En een jaar later, het afgelopen seizoen, won zijn broer Niels. En de beide Messu'tjes ook vandaag actief in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Kan die aansluiten bij de voorste drie? Het lichtblauw dus Bob de Vries. Hij pakte eerder dit seizoen de Nederlandse titel op kunstijs. Dat was voor hem voor de eerste keer. Hij was natuurlijk al Nederlands kampioen op natuurijs. Van der Peveen, dit is Crispijn Arriens. En zijn ploeggenoot is Frank Vreugdeheel. Vreugdeheel, een man die zijn overwinningen meepakt elk seizoen. Maar dit seizoen nog niet lekker op dreef. Houdt van aanvallen. En het kostte Erwin Messu heel veel moeite om aan te sluiten. Helemaal in de verte zien we het peloton. En dat op een dikke 35 kilometer van de aankomst. En dan is er nog niets beslist. Het gaat allemaal heel erg hard. De omstandigheden zijn uitstekend. Een paar graden onder nul. Het ijs is goed. En ze wachten dus duidelijk niet op Erwin Messu. Maar die kan uiteindelijk toch aansluiten. En zo ontstaat er een kopgroep van 4. De maximale voorsprong is een dikke 20 seconden. En met Arriens wil je eigenlijk niet naar de streep rijden. Dat is de man links in beeld. Was ook al wereldkampioen op de marathon bij het skileren, inline skaten. En hier kan Messu toch eindelijk aansluiten. Merkwaardig dat er niet even gewacht is. Want met z'n vieren ben je sterker dan met z'n drieën. En dan moet er natuurlijk iets gebeuren. Hier op kop van het peloton, Arjan Stroetinga, die hoeft niets te doen. Hij gooit de deur een beetje dicht, want zijn ploeggenoot zit voorin, Bob de Vries. Ook ploeggenoten van Vreugdeheel, van weer Berga die daar voorin zit. En dus moeten anderen de kastanjes uit het vuur gaan halen. Maar wie? Ploeggenoten van Hekman natuurlijk. En die zijn er genoeg. Met Christian Hoekstra, met Rick Smit, met Jan van Loon en ook Sam Boon. En die moeten met z'n allen in de achtervolging. Want Gerry Hekman, die vinden we hier, met nummer 92. Hij is superieur in de sprints, maar dan moet je wel voorin zitten. En uiteindelijk wordt hij
naar voren gebracht door zijn ploeggenoten. Hier zien we dat. Boon, Van Loon, Smit en Hoekstra verrichten beulswerk keer op keer. En zo wordt de kopgroep van vier tot de orde geroepen. Zit de Nederlands kampioen Kunstijs Bob de Vries ook weer in het peloton. Is alles weer bij elkaar en hebben we nog ruim 30 kilometer af te leggen. Daar valt het even stil. En zo stijgen de kansen van Gerry Hekman. Maar Hekman miste al vaker dit seizoen de slag. We zagen dat bijvoorbeeld bij de natuurreiswedstrijd in Noord-Laren. Tot drie keer toe werd Hekman op achterstand gereden. Tot drie keer toe werd hij ook weer naar voren gereden door zijn ploeggenoot. En het is natuurlijk ook frustrerend in de wetenschap dat je de beste sprint in de benen hebt. Dat alle ogen op jou zijn gericht. Dus Hekman probeert zich te verstoppen in het peloton. Hier zien we de andere Mussu. Niels Mussu, vorig jaar dus winnaar van de alternatieve Elfstedentocht. De wedstrijd over 200 kilometer. Die wordt komende woensdag verreden. En met de benen van Mussu zit het wel goed. Dat laat hij hier zien. En zo blijft het tempo hoog. En is het maar de vraag of er een groep is die echt weg kan rijden. Hekman zit wel ver van achteren, voortdurend. Probeert uit het zicht te blijven van de concurrenten. Maar er schuilt ook een gevaar in. Dit gevaar namelijk. Kijk, er rijdt toch weer een groep weg. Simon Schouten, hier links vooraan. Schouten uit de stal van Jillet Anema. En weer Erwin Mussu. En ook zijn broer. Niels Mussu zit erbij. Sterke groep hoor. Jouke Hogeveen. Vreugdehil zit erbij. En dit is toch een aardig gat dat er nu geslagen wordt. Mats Stoltenborg met nummer 44. Heel knap. Die zit er vaak bij. Is een aanvaller. En zo een nieuwe kopgroep in wording in de finale van dit Nederlands kampioenschap marathonschaatsen. Kijk, een ploeggenoot van Hekman zit er wel bij. Maar Hekman zelf zit in het peloton. En Schouten heeft dat in de gaten. Hij won de wedstrijd in Noord-Laren. Schouten is in goede doen. En hij bepaalt het tempo in de voorste groep. En dus moet het peloton alweer in de achtervolger. Met Sam Boon. In tweede positie, Gerry Hekman moet weer naar voren gereden worden. En Holwerf met nummer 21 heeft natuurlijk ploeggenoten in die kopgroep en denkt, het is prima zo. En zo wordt het spel slim gespeeld door de ploeg van Anema. Maar misschien zijn er anderen die daarvan kunnen profiteren. Kijk, hier staat Jillet Anema. De duim omhoog, het zit goed doorrijden. 15 man vooraan. Met Bob de Vries, Marcel van Ham, Niels Mussu, Bart van der Vlucht, Simon Schouten, Mats Stoltenborg, Pim Kazemier, Jauke Hogeveen, Jordi Haring, Frank Vreugdehil, Rick Smit, Erwin Mussu, Stefan Wolfenbüttel, Björn Bakker en Niels Immerzeel. Dat zijn de 15 koplopers. Opvallend is de naam van Björn Bakker. Hij is een B-schaatser nog maar, heel erg jong. De zoon van Jan Bakker, de laatste winnaar van de Noordwesthoekrit. En achterneef van oud-schaatscommentator Heinze Bakker. Die zit dus in deze kopgroep van 15. En met nummer 80 ook een B-schaatser, Niels Immerzeel. 15 mannen vooruit en de voorsprong is dan al een halve minuut. Schitterende beelden. Maximale voorsprong halve minuut. En we zitten in de finale van dit kampioenschap. Het peloton komt weer terug. Veel uitvallers, want het gaat heel erg hard. Maar een echte beslissing is er nog altijd niet. En weer lijkt het erop dat Hekman wordt teruggebracht. Gaat het ook gebeuren? Ja, het gaat gebeuren. Voor de zoveelste keer. Onder aanvoering van Sam Boon. Met nummer 5, Ingmar Berga. Was al twee keer Nederlands kampioen op kunstijs. Won één keer op de Weissensee. Dit seizoen nog niet lekker op dreef. Maar hij zit in ieder geval mee voorin. En weer wordt de kopgroep tot de orde geroepen. De laatste stuiptrekking. Met Jauke Hogeveen, natuurlijk. Hij heeft geen sprint in de benen. Althans, niet een echte sprint. Hij moet het van aanvallen hebben. Bob de Vries in tweede positie. Daarachter Frank Vreugdehil. Klein gaatje is geslagen. We gaan naar de laatste kilometers van de strijd. Het open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen. Weer wordt Hekman naar voren gereden. Ja, er komt een moment, dan moet hij het zelf gaan doen. Met Rick Smit vlak voor zich. En Smit is moe gestreden, is kapot.
En we zitten echt in de finale nu van het kampioenschap. Nog één keer Hekman naar voren gereden. En dan kan Hekman het in de sprint afmaken. Hij is het eigenlijk verplicht aan zijn ploeggenoten nu. En achter Hekman zit Crispijn Arriens. Die kan ook goed sprinten. Maar gaat er nog iets verrassends gebeuren? Zoals vorig jaar toen Jorrit Bergsma in de laatste kilometers er alleen vandoor ging. Gaan we kijken naar een massasprint, is dan de grote vraag. Alles weer bij elkaar, althans wat er nog over is. Let op wat er daar boven in beeld gebeurt. Ingmar Bergha, de man die eigenlijk kampte met een vormcrisis dit seizoen. Tweevoudig Nederlands kampioen kunstijs, ook al als Nederlands kampioen op de Weissensee geweest. Maar uit vorm, maar pak toch 20, 30 meter. En we zitten inmiddels in de laatste kilometer. Wie gaat er reageren? Smit kan niet meer. En Hekman, Gerry Hekman, wacht en wacht en wacht. Het gat wordt groter. Wat een finale. Een jaar geleden lukte het Jorrit Bergsma op deze manier. Maar ja, Bergsma in supervorm is die te vergelijken met Bergha in niet zo'n supervorm. Nog altijd aan de leiding, de man uit Hogeveen. In grote wedstrijden is hij op zijn sterkst. Zo was het op de skiers, zo is het op schaatsen. Hij houdt die voorsprong. Geweldige conditie heeft. Durft niet achterom te kijken. In de verte kan hij de eindstreep zien liggen. Maar daarachter komt de groep toch echt dichterbij. En Hekman komt nog steeds niet uit zijn hok. Wacht en wacht en wacht misschien wel te lang. Laatste paar honderd meter. Wat een spanning. Ingmar Bergha, gaat hij het redden? Ja, daar komt Hekman. Hekman komt er in de buurt, maar hij is te laat. Bergha wint. Hekman wordt tweede. En Crispijn Arriens, de ploeggenoot van Ingmar Bergha, ook op het podium met brons. En zo is het feest compleet. Wat een sensatie. Hekman geklopt. En Bergha, Nederlands kampioen. Voor de tweede keer op natuurreis in zijn carrière. En zo is het eindgoed al goed. Het is oké. Nou, eigenlijk reed je zo bagger in de ronde de hele tijd. En in de training ging het niet. De hele wedstrijd ging voor geen meter. Dus ik dacht, ik voelde dat ik geen snelheid had voor de sprint. En op een kilometer zag je iedereen kijken. En nou, laatst deden we ook een tijdrit. Die ging ook zo geweldig. Ik denk, ik probeer het nog een keer opnieuw. Dus ja, dit was een hele lekkere aankomst. Ik had niet verwacht dat ik het zou halen. Maar ik heb niet omgekeken. Gewoon vol gas naar de finish. Ja, echt super dit. Je vierde Nederlandse titel. Twee op kunstijs, nu twee op natuurreizen. Ja, zeker. Dat is een hele mooie. Deze kon er dit seizoen wel bij. Maar echt gewoon een bagger begin van het seizoen. De laatste wedstrijden gingen beter. Maar dit had ik zeker niet verwacht.